Over Deventer hoefde ik niet na te denken, in alle eerlijkheid. Ik dacht, wat een geweldige kans, dat doe ik heel graag. En zo pakt het ook uit en ik doe het met heel veel plezier. Sinds 11 juli is Ron Keunig de waarnemend burgemeester van Deventer. Hij is daarmee de opvolger van Andries Heidema, die nu commissaris van de Koning in Overijssel is. Keunig blijft burgervader totdat er een nieuwe burgemeester van Deventer is. Het is voor hem de eerste baan als burgemeester. Dus vroegen wij hoe hij de afgelopen maanden heeft beleefd. Ja, ik zit op mijn 100 dagen binnenkort. Dus al heel snel. En het gaat heel snel. Hè. Er is veel gebeurd in de afgelopen periode. Hoewel het eigenlijk vakantieperiode was. Maar er gebeurt in de openbare orde nodig natuurlijk af en toe. En daar ben je als burgemeester verantwoordelijk voor. Maar ook met de raad moest, die moest echt na de zomer uit de startblokken komen. En er is al heel veel gebeurd. Vanaf september wordt er hard gewerkt. Ja, als burgemeester of waarnemend of niet, maakt niet uit. Je bent gewoon burgemeester. En ik heb ook met de raad afgesproken dat ik die rol actief invul. Dus niet alleen maar op het huis passend, zeg maar. Maar ook echt actief een aantal dingen oppak. Dus we zijn echt volop bezig om, de nieuwe coalitie, die heeft een coalitieprogramma. Dat moet nu uitgevoerd worden. Dus daar ben ik actief met het college mee bezig. Ron Keunig was, voordat hij waarnemend burgemeester werd, wethouder in Rheden en Arnhem. Voor het waarnemend burgemeesterschap werd hij benaderd door Boele Staal, voormalig commissaris van de Koning van Overijssel. En die uitdaging ging Keunig graag aan. Ik wist wel wat het burgemeesterschap inhield. Niet alleen omdat ik als wethouder natuurlijk een aantal burgemeesters heb meegemaakt. Maar omdat ik in mijn werk daarvoor ook heel veel burgemeesters getraind heb. Juist op het punt van crisisbeheersing. Dus ik wist wel, ik kende heel veel burgemeesters. En ik weet ook wel wat het vak inhoudt. Zeker op het gebied van openbare orde en veiligheid. Was niet nieuw voor mij. Dus dat maakt het wel makkelijk. Want in zo'n stad van 100.000 inwoners gebeurt natuurlijk best veel. Ook op dat gebied. U heeft nog een aantal maanden te gaan. Heeft u daar nog stippen op de horizon dat u zegt van nou dat komt er nog aan, dat wil ik nog doen? Vooral ook om te zorgen dat we nu begrotingsbehandeling en dat de inhoudelijke lijnen die in die begroting zitten, dat die in de komende maanden ook echt concreet in de uitvoering komen. Want dit college is natuurlijk net begonnen, deze raadsperiode net begonnen. En het zou fijn zijn dat als de nieuwe burgemeester komt, dat in ieder geval de hoofdlijnen van het beleid echt in uitvoering zijn. Want het duurt nog best een tijd voordat de nieuwe burgemeester begint. Dus ja, je wil ook niet een verloren tijd ervan maken. Op dit moment wordt door een commissie een profielschets opgesteld waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Maar heeft Keunig geen interesse om de vaste burgemeester van Deventer te worden? Ja, het is bijzonder. Die vraag wordt bij ongeveer 2-3 keer per dag gesteld. En Deventer is een hele leuke stad. En ik heb gezegd, ik ga eerst eens even kijken hoe het burgemeesterschap mij afgaat. Ik was natuurlijk wethouder, dat is echt een andere rol. Dus ik ga eerst eens even vlieguren maken en dan zullen we daarna wel zien. En die procedure duurt nog even. De profielschets wordt nu voorbereid, dus ik wacht het keurig even af. Het is de verwachting dat begin volgend jaar bekend wordt wie de nieuwe burgervader van Deventer gaat worden. Maar tot die tijd gaat Keunig rustig door met zijn werkzaamheden als waarnemend burgemeester. Kortom, mooie maanden gehad en nog mooie maanden voor de boeg. Ja, zeker. Er is genoeg te doen en ik ga met heel veel plezier nog een paar maanden door.